Hash of wiet roken, blowen dus, of andere softdrugs gebruiken. Veel jongeren in onze provincie vinden dat normaal. Dat blijkt uit een groot onderzoek. En daarom willen de GGD, de gemeente en Novo Decentron meer inzicht krijgen in de leefwereld van die jongeren. Omdat we daar ook wat specifieker meer van willen weten. Wat zit daar nou onder? Want we kunnen wel zeggen met elkaar, 70% vindt het normaal. Wat betekent dat nou? Wat vind je normaal? Hoe vaak vind je normaal? We willen ook heel graag de jongeren zelf horen en de jongeren zelf zien, in plaats van dat wij als gemeente, als overheden, GGD en Novo Dec allemaal gaan zeggen hoe het moet. Als je met elkaar het gesprek erover voert, van onderaf hoort wat dat nou eigenlijk betekent, kun je daar ook meer op inspelen. Uit een eerder gezondheidsonderzoek naar drugsgebruik onder Brabanders in de leeftijd van 18 tot 29 blijkt dat 70% van de jongvolwassenen het gebruik van softdrugs normaal vindt. Dat wil niet zeggen dat ze het zelf ook gebruiken, dat doet maar 19%. Harddrugs zijn een stuk minder geaccepteerd, dat vindt maar 30% normaal en 11% heeft wel eens harddrugs gebruikt. Maar softdrugs vinden ze dus heel normaal. Ja, dat is wel gewoon genormaliseerd eigenlijk. Waar merk je dat aan? Ja, iedereen die bloot eigenlijk. In mijn omgeving ook wel een beetje normaal. Ja, wordt veel gedaan, heel veel. Ja, kijk, als je er gewoon verstandig mee omgaat, dan kan het niet zoveel kwaad, denk ik. Ja, je merkt denk ik vooral wel dat veel jongeren meer aan de wiet zitten tegenwoordig. Dat ze sneller een jointje opsteken met een vriend en dat neemt wel denk ik toe. Dus eigenlijk drugsgebruik is heel normaal bij jouw vriendengroep? Ja, ja vind ik wel. Ja, wat vind je daarvan? Ja, ik vind dat wel bij deze tijd hoort. Ja, ik denk dat wiet wel een van de normaalste dingen die is om te gebruiken, die veel jongeren doen. Ja. Ja. Jij zelf ook? Doe geen uitspraak over. Ja, je ziet het, veel jongeren vinden softdrugs onschuldig, een onschuldig tijdsverdrijf, maar dat kan anders uitpakken. Timo bijvoorbeeld is 16 en verslaafd aan blowen. Ik begon eerst met roken, ja, hoe stoer is geroken. Ja. Toen was het daar, ik ga een keer blowen. Ja, is goed, ik doe dat wel. ADHD, beïnvloedbaar. Dus ja, toen vond ik het wel goeie. Gewoon, ik werd er rustig van. En ik slikte eerst medicatie, Ritalin. Maar dat is, ja, daar werd ik heel emo van, dus toen was blow eigenlijk wel iets beter. Ja, toen werd het één jointje. Ja, is goed. Kan wel. Ja, toen werd het twee, toen werd het drie. Ja, tot nu. Mijn gedrag wordt ook echt niet beter op. Je gaat steeds meer proberen voor... Je moet steeds meer aan blow komen, dus je gaat steeds meer proberen. Je gaat geld lenen bij anderen. Ja. Dus dan ja, moet je eigenlijk denken, zo van, ja, waar ben je mee bezig? Het is wel echt slecht waar je mee bezig bent. En ook geen werk meer. Dus dan steeds geld vragen aan mama. Steeds aan andere vragen, kun je voorschieten, echt alles voor willen doen voor een joint. Dat vind ik wel echt heel erg, ja. Omschrijf dat eens, wat doe je dan zoal? Ja, geld lenen bij iedereen en zeggen schiet even voor. Ja, dat is best weinig eigenlijk. Ja, merk je dat je op het verkeerde pad komt omdat je verslaafd bent? Ja, dus ik zit ook echt in een dieptepunt van mijn leven dan. En dan merk ik wel, ja, je zit wel echt in de problemen. Dus veel liegen, teleurstellen? Ja, vooral mama. Mama stel ik hier ook heel erg mee teleur. Ja, iedereen zegt ja, kan gewoon. Het is niet erg, maar als je zo over nadenkt, is het wel erg.